Het S.e.xdagboek van Helene van Royen wordt verfilmd. Dat maakte de schrijfster vandaag bekend op Instagram. NL Film heeft de rechten gekocht. Eerder liet Helene al weten in gesprek te zijn over de verfilming van haar boek. Toen vertelde ze op Radio 10 dat het geen letterlijke verfilming zal worden. We geven een andere invulling aan de film. Het zal gaan over een schrijfster die een S.e.xdagboek moet schrijven, zei ze. Die film komt er nu dus echt. Het is nog niet duidelijk wanneer deze in de bioscoop te zien is. Voor S.e.xdagboek hield de 53-jarige Helene een jaar lang bij wat zij en haar vriend in bed allemaal uitspookten. Eerdere boeken van Helene van Royen zijn ook verfilmd, waaronder De Gelukkige Huisvrouw en De Ontsnapping. Haar boek De Manchester vormde de basis voor een dramaserie.